video maken. Dus je kan zien net, zijn we dus weer bezig aan nieuwe astronauten. Wanneer? Daar is de Space Program. Veel op elkaar. En we hebben dus nu Orbital Collector hebben vrijgespeeld. Dus ik zou zeggen, laten we maar meteen niet naar space gaan, want ik heb geen dingen bij dat ik kan opladen. Wel handig om te hebben. Deze level meestal wel veel stroom. Pak daar maar een hele hoop van. Maar waar we nu dus mee bezig zijn, dus is het feit dat we straks kunnen gaan warpen ook. Wat dat betekent is dus nieuwe stelsels, nieuwe grondstoffen. En als we dat automatiseren, die warps, dan zal waarschijnlijk de cargo, ja, intergalactische deze dingen, grote toren, deze logistiek stations, kunnen dus ook warpers gaan gebruiken. Dus dan kunnen ze ook aan de stelsels gaan. Dat betekent, en we hebben daar dus ook dezelfde producten. Maar we gaan nu naar deze planeet hier. Want hier zou ik dus nu kijk, ik kan mijn die. Only build Peter. Dat is. Zodat hier helemaal bovenaan. Mag het nog niet. Deze kant. When being outside of building range, you can hold down the shift key and use the right mouse button to click on the open space to control the mecha to move. This orbital can only build equator. Maar wat is een equator? Ja, het is echt dat het allemaal kan. Weet je wat, ik ga het even opzoeken en dan ben ik zo.
logistics vessel will come to pick up the cargo as long as you set these resources as interstellar demand at other sites. Furthermore, to maintain the collector working, the collected resources will be transferred to energy in the first place. Oh, dit klinkt heel raar. Voor mezelf erg. Nou, nu, ja. Ik moet hier nog echt binnen kijken. Wow. Maar zoals je ziet, hij staat. En ik kom mezelf nog een keer. Dit is niet leuk. Daar moeten we naartoe. Ik zie je wel wanneer ik ben. Ja, het is een beetje gevecht met mijn headset weer. Ik hoor mezelf nu niet meer. Het is wel een dingetje. Zoals je ziet hebben we ondertussen de dingen aangezet. Ze zijn nu ondertussen weg voor de grondstoffen te halen. Ik zal hier daarna dan nog een paar extra vessels maken. Dus dat allemaal gewoon werkend is. Dat we daar verder geen probleem mee hebben. Kijk, kan ik dat ondertussen nu al niet? Hier. Components. Nodig, wat hebben we daar nodig? Maar dit is dus een ding dat ik continu aan het maken ben geweest. Niet tractor. Dus ik moest eerst dus een kleintje maken, daarna zo een en daarna de tractor. Dus ja, het is wel even een tijd. Het kost wel wat tijd even om het te maken. Alles werkt dus ook. En we hebben nog geen purpose. Ja, misschien dat het gewoon volledig op gaat kopen eerst. Ja. Ik ook zoet kan. Nu ook nog een beetje bij te starten. Zo. Ik zou weer twee bij kunnen maken. Doe dat maar. Dan pakken we hier de chippies. Eindelijk deze met de city. Dan nog een erbij maken. Zetten we op. Nu 7 van de 10. Dus dan komen er nog. Ja, dan hebben we de 7. En dan zeg ik bij deze, bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren, hopelijk vond je het een leuke video. Misschien is hij wat korter geweest, maar het is gewoon puur even kijken. Ja, we kunnen nu voortaan dus ook gewoon alle resources daar collecten. Ook flink aan het doen zijn. Ga ik allemaal even verwerken. Ja, tot die tijd zal het waarschijnlijk gebeuren. Want dan gaan we de warp drive waarschijnlijk uit. En dan gaan we daarmee dus ook verder. Om zo te zorgen dat alles netjes is. Dus ja, bij deze bedankt voor het kijken. Bedankt voor het abonneren. En tot. Bottles, poppin' bottles.